Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad in 1940 bij het begin van de Tweede Wereldoorlog telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Kaatje Schaap, geboren in Arnhem op 6 december 1909. Kaatje is van beroep fabrieksarbeidster. Mei 1940, Kaatje is dan 30, woont zij samen met haar vader en moeder aan de Spijkerstraat 138B in Arnhem. Geen van drieën overleven de Tweede Wereldoorlog. Kaatje Schaap overlijdt op 15 oktober 1942 in Auschwitz. Zij bereikte de leeftijd van 32 jaar.